Goed, we zijn hier in de verwarmde schuur, lekkere warme schuur van Jos Vogels. Ja. En naast me staat hier Remy van Carnavalsvereniging Gedoet Maar. Helemaal goed. Hoi, goedenavond. Jongens. Dag John. Dag Willy. Alles goed? Ja, nog steeds wel. Nog bekomen van vorig jaar? Ja, een beetje wel. En dames, lukt het een beetje? Ja, dat komt helemaal goed. Is er genoeg volk om te helpen? Want de wagen is nog niet helemaal af, denk ik. Ja, nou, dat komt allemaal nog wel goed. Je hebt er alle vertrouwen in? Alle vertrouwen in. Maar die komt weer met thee over 10 minuten, dus... Thee? Ja, thee elke avond. Hebben jullie geen bier? Ook. Zat. Sorry, heeft de mens een flesje. Nee, dat gaat niet hoor, maar... Ja, dat dacht ik. Thee, dat was een beetje verrassend, thee. Ja. En veel vrouwen, hè? Ja. Hey, Remy, vertel eens even iets over de wagen, want hij ziet er toch wel weer goed uit. Alleen ik was een paar weken geleden hier en toen zag ik het niet helemaal zitten, hè? Ja, we hebben de laatste paar weken echt nog heel, heel hard moeten werken, hè, om er dit van te maken wat we nou hebben. En nou liggen we mooi op schema. Dus de laatste week voor carnaval, we mogen niet klagen. Dus zit er. Is allemaal achterin gezeten, want ja... We hebben alles gedaan wat kon. En ja, het heeft wel geholpen. Het heeft wel invloed volgens mij. Ja, is dat zo? Ja, moet je aan de dames vragen. Ja, maar toen wij twee weken terug hier waren, waar ik erbij, Roy? Nee, toen kom ik niet. Nee. Okay. Nou, toen waren twee weken hier en toen dacht hij, ik stop ermee, ik ga eruit. Ik gooi heel die wagen en we starten gewoon niet. Begrijpelijk, ja. Ja, de opkomst is tijdje echt heel laag geweest, maar nu heeft iedereen weer zin in en komt helemaal goed. Maar het komt ook goed. Ja, het komt nou steeds dichterbij, dus... Iedereen gemotiveerd. En je hebt nog een week, hè? Juist. Ja,